Yo, welkom bij een nieuwe video. Speel jij Roblox of heb je ooit van Roblox gehoord? Dan heb je vandaag de perfecte video gekozen. Vandaag hebben we het over de top 10 beste Roblox spellen. Roblox is een platform waarin iedereen zijn eigen spellen kan maken en zelfs geld kunnen verdienen. Voordat we beginnen wil ik jullie even laten weten dat dit mijn persoonlijke opinie is. Dus als ik wat spellen ben vergeten, laat het me even weten in de reacties. Deze video is ook gemaakt dankzij al jullie comments. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over gaming? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je meer Roblox wilt zien. Nummer 10. Op nummer 10 hebben we op tv-show gebaseerde spellen gekozen. Hier hebben we het spel Shinobi Origin gekozen, gebaseerd op de bekende show Naruto. Net zoals in de wereld van Naruto train je hard om een ninja te worden. Ook hebben we Pokémon Brick Bronze en One Piece Millennium. Deze spellen zijn ook precies gebaseerd op de shows, zodat jij je eigen karakter kan maken van je favoriete show. Laten we kijken naar wat gameplay van deze twee spellen. Oh wow, dude, what? This looks actually really good. Oh, bro, look at... What the... Oh no, I talked to Rob Bear, dude! Oh god, I'm probably... Yeah, I died. As you can see on screen right now, we are playing Pokémon Brick Bronze. Eh, not that effective. Haha, bye-bye. Yep. Oh, my first win. See, that was better. That was better. Nummer 9. Op nummer 9 hebben we de simulatorspellen. Een simulatie is een realistisch nagemaakte imitatie van een bepaalde werking. Dit kunnen een heleboel verschillende dingen zijn. Daarom zijn er ook een heleboel verschillende simulatiespellen op Roblox. In deze video hebben we 5 van deze simulatiespellen gekozen. Mining Simulator. In dit spel kan je alleen of met je vrienden samen een mijn exploreren en zeldzame stenen vinden. Je kan ook rijk worden en de hele wereld exploreren. Lifting Simulator. Dit spel zorgt ervoor dat jij je character zo snel mogelijk zo groot mogelijk kan maken. Om dit te doen moet je constant trainen. Saber Simulator. Dit spel is bijna precies hetzelfde als Lifting Simulator, alleen je hebt een lightsaber. Magnet Simulator. In dit spel heb je een magneet waarin je coins zoekt. Met meer coins kan je grotere magneten kopen om nog meer coins te vinden. En Bee Swarm Simulator. In dit spel begin je met een normale bij. En met deze bij maak je een zwerm van bijen. En vind je overal andere zeldzame bijen. Nummer 8. Op nummer 8 hebben we spellen die gebaseerd zijn op console multiplayer spellen. Zoals Q Clash en Struset. Q Clash is een namaak van Overwatch en is zeer gedetailleerd in elkaar gezet. En daardoor een heel bekend Roblox spel. This is a game that has been in the works for quite a long time. I believe like over a year, I'm pretty sure. But we're gonna play as Ghost, which is Soldier from like Overwatch. And this is gonna be a comparison. This game is similar to Overwatch and Paladins. Oh, we got a lagger. It's not good. We might... Alright, this is a guy that didn't know how to play this. Ook hebben we Struset. In dit spel kan je bouwen en schieten, net zoals in Fortnite. Laten we kijken naar wat gameplay. So right now there's this game on Roblox and essentially it is Fortnite in Roblox, but it's actually done pretty well. Wish I could run faster. Oh, here we go. What are you doing? Easy shields, easy shields. Honestly? Here. Yeah, shit. Oh! She put a bouncer down. This game's incredible. Nummer 7. Op nummer 7 hebben we Adopt Me. Adopt Me is een roleplay spel waarin je in feite een baby adopteert en opvoedt. In het spel creëer je eigenlijk je virtuele familie met andere mensen online of met je vrienden. Doordat je in het spel een familie creëert, wordt het spel vaak gespeeld door mensen die online willen daten. Laten we kijken naar wat gameplay. Okay, honey, it took you all day to get your home and now it's dark, but are you ready to... do this little build-off? I was born in the darkness. Of course I'm ready. I'm gonna pull out my other pet, Charlie. You may remember him. And he's going to assist me in making sure I have the best dragon castle possible. So let's start off by painting the walls. Our color is pink. So we have to pick anything that is pink. Nummer 6. Op nummer 6 hebben we tycoon spellen. Tycoon betekent machtig of groot.
In dit type spellen creëer je je eigen bedrijf en maak je die zo groot mogelijk. We hebben voor deze video 3 bekende tycoonspellen uitgekozen. Waaronder Retail Tycoon, Restaurant Tycoon en Theme Park Tycoon. Laten we kijken naar wat gameplay van deze spellen. Today we're playing Retail Tycoon, because it got a huge overhaul. What kind of a store do we want to build? One that involves a lot of NPCs, because I want to see what that whole NPC overhaul is. Why don't we make a pet store? Man, this place is still bumping. How is it going, actually? Looks like we need some more stock. Now, guys, we are here in the beautiful world. There is IKEA, the generic furniture store. This is our little restaurant, too. We're going to go big. We're going to go bald. We're going to go brown. Right, looks like we're going for the little sci-fi table right now. And what color scheme are we going for? So we've got that red. It changes the neon color. This is the most expensive, the most fanciest restaurant in the whole entire world, guys. Today, we're going to be building our very own theme park. You do not want to miss this. Let's go ahead and build some rides, shall we? So look, it's literally got a ride building system, a roller coaster building system. It is awesome. So let's do this. People are liking it. People are really enjoying our park, which is fantastic. Nummer 5. Op nummer 5 hebben we Dungeon Quest. Dit spel is in 2018 gecreëerd door een Roblox creator genaamd Faye Caffey. Dungeon Quest is een online multiplayer dungeon RPG spel waarin spelers dungeons in kunnen om monsters te verslaan en items te unlocken waarmee ze sterker worden. Ook al is het nieuw, is het spel al vrij bekend op Roblox. Laten we kijken hoe dit spel in elkaar zit als je dat nog niet wist. Dit is een goed game, dat guy is 30 HP as well. No way we're beating this guy. Oh my god, these guys actually do a ton of damage. Taunt away! Boys, I'm dead! Please taunt! Someone taunt! Oh my god, I'm dead. If they don't kill it right now. Alright, from there, we even got more things that are worth a lot of cash. And especially this next spell. We got Arcane Spray, where 2 can help him out now. Thing is, this guy is way too strong. He literally just sat on it and crushed it. And there it is. We've just beat the insane boss on hardcore, actually. Easy peasy. Nummer 4. Op nummer 4 hebben we Murder Mystery 2. Dit spel werd gemaakt in 2014 door een Roblox-creator genaamd Nicholas. Murder Mystery 2 is een multiplayer horrorspel waarin je 12 spelers nodig hebt. Hieronder heb je 1 moordenaar, 1 sheriff en 10 onschuldige spelers. Dit spel is bekend als het allereerste spel op Roblox met meer dan 10 miljoen visits. Laten we kijken naar wat gameplay van dit legendarische Roblox-spel. Someone's dead. Someone died. Who was it? We need a game there. Oh! Oh! Get out of my way! Ah! Okay, so it's the ghost man and they just dropped the gun. Oh, is that them? Okay. It's Huda Cookies. The one in the sketch shirt. Oh no, but now there's a murderer already. He's right there. No! I'm trying so hard here. It's not working. Nummer 3. Op nummer 3 hebben we een spel genaamd Project Lazarus Zombies. Zoals je hoort is dit een zombiespel. Wat het spel zo speciaal maakt is dat het een namaak is van de Call of Duty Zombies series. Net zoals in Call of Duty Zombies heb je perks en rounds en kan je samen met je vrienden spelen. Laten we kijken naar wat gameplay ervan. This game is pretty much Call of Duty Zombies, but Legos. That's what this game is, pretty much. It takes sounds from Call of Duty Black Ops 2. And we're pretty much gonna not kill and hopefully just like lead a crowd of zombies to him. It's not very hard to And yep, I'm out. Oh crap, that is quite the horde. Okay, let me just run. Okay, dodge and weave. Woo! Nummer 2. Op nummer 2 hebben we Jailbreak. Zoals je het al aan de naam hoort, begin je als iemand in de gevangenis en heb je als doel te ontsnappen. Maar het spel eindigt niet daar. Zodra je uit de gevangenis ontsnapt, verandert je leven. Alleen of samen met vrienden kan je een bank overvallen, een museum overvallen of zelfs een juwelierzaak aanvallen. Het spel heeft constant updates waarbij je meer en meer kan doen. Als je zin hebt om politie te spelen, kan je dat ook doen. Zorg ervoor dat er niemand uit je gevangenis ontsnapt en arresteer ontsnapte criminelen van de straat.
We're trying out a new game called Jailbreak. Now, this is one of the highest rated games that I have seen apart from Roblox Brick Bronze. I can't complain. This looks cool, though. I like this. Goal of today, escape prison and find out what on earth we're doing. It's already been a pretty crazy experience so far, but I'm locked in. So this isn't going to go well, is it? I'm locked in my own cell. Let's go. Yes, I'm free. And get underneath here. Come on, let's go. Let's go. Let's go. Yes. I'm free, at least for a little bit. I'm free. You are now a criminal. Run, hide, rob banks, check out the city, find other criminals. Don't get really get in the right side and we're good. Yeah, buddy. Oh, they're so fast as well. Let's go to the city. Nummer 1. Op nummer 1 hebben we Arsenal en Phantom Forces. Deze twee spellen zijn schietspellen die elke dag door miljoenen spelers wordt gespeeld. Arsenal is het spel die je mij ziet spelen in de achtergrond. Zoals je ziet is het een vrij simpel spel waarin je met verschillende wapens probeert het spel te winnen. Ook hebben we Phantom Forces. Phantom Forces is een soort upgraded vorm van Arsenal, waar er in principe wat meer complexiteit in zit. Vond jij deze video leuk en wil je meer video's zien van Roblox? Doe dan even een duimpje omhoog. Voor andere video's over gaming, klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.